Yo, wat up mensen, jullie staan hier met een nieuwe Minecraft. En ja, dit is geen Minecraft DC, maar YOLOcraft. En het is niet omdat ik een YOLO roeper ben, maar omdat het hardcore survival gaat worden. Dus de game mode hardcore, zodra ik dood ben ik dood en klaar is klaar. Oftewel, ja, waar mensen, waar YOLO voor staat. You only live once. Ik leef één keer, als je dood bent, ben je dood. En voilà, dat is eigenlijk YOLOcraft. Dus dit is hardcore survival. Ik heb lang geen survival meer gespeeld. En we gaan zien of ik het, ja, hoe ik het ga doen. De texture pack, ik heb trouwens geen idee hoe die heet. Ik zal het nou, in de volgende episode zeggen. Wil, hoezo hier Minecraft? Hoezo ben ik weer begonnen met de nieuwe Minecraft-serie? Het is al de 100.000ste serie die je gedaan hebt. Waarom haal die houtdingen weg? Wat is met dit? Wat? Oké. Lag spike. Chunkload. In ieder geval, waarom ineens weer Minecraft? Nou, iemand is daarop toegekomen op YouTube. Hey, Deel. We hadden laatst een video gestuurd van welke video's wil je zien. En best veel mensen stuurden Minecraft. En toch ben je alleen maar aan het FIFA commentaires aan het maken. En ja, waarom geen Minecraft? Want dat zei je toch echt dat je het zou doen. Dus oké, mensen, jullie hebben gelijk. Spijt me, daarom dus nu weer Minecraft. Oftewel YOLOcraft, hardcore survival. De bedoeling is eigenlijk dus om gewoon het einde te halen. Maar voor mij is de bedoeling om zo ver mogelijk te komen. Ik vind het al knap als ik 10 episodes zou kunnen halen van 10 minuten. Maar we gaan het zien. Ik heb mijn timer niet lopen, dus ik ga zeggen dat ik nu nog, even kijken, hoe lang zou ik nu nog hebben? Nou, nog 8 minuutjes, dus ik zit even, stopwatch, aan, gaat ie. En we zijn bezig, ik hoorde het geluid. Ah, ik zie een koe. Hello there, cow. En ja, we gaan kijken hoe ver ik kan komen en hopelijk een keer de Ender Dragon te verslaan. Hoppa. Ik heb trouwens nu even een super lelijke trui aan. ik heb het fucking koud in huis hier ook. Mijn vingers zijn helemaal aan het bevriezen. Maar ja, dus daarom zie ik er even een beetje raar uit. Het is ook vroeg in de ochtend. Op dit moment is nu, het is nu 12 uur. Ja, vroeg in de ochtend 12 uur. Dus ja, yeah. Just go with it. Just go with it. Look at this face. Look at this face. Kom op. Boring, hout hakken, maar ik heb in ieder geval vet veel hout en dat wil ik dus graag hebben. Yes, yes. Die gaat hierin. Hop, allemaal wood planks, hetzelfde. Oké, een crafting table. Crafting table zet ik even gewoon hier neer meteen. Hoppa, sticks. Waarom niet meteen 12 sticks? De moon. Pickaxe erbij. Wat de hel? Is het een pickaxe? Wat een gekke skin dit, hè? nou ja, goed. Dat zou een pickaxe zijn. En een soort. Ah, kijk, een soort kan ik. Wat? Wauw, er zit bloed op mijn soort. Oeh. Ik ga even koeslag dat ik in ieder geval eten heb zo meteen. I'm sorry. I just want your ass. Give me some beef. I want your booty. Got it. Oké, de pickaxe. Ik vind die texture pack best cool. Het is best wel realistisch, zeg maar. Voor in hoeverre Minecraft realistisch kan zijn. Nou, dit moet ik me meenemen. Wat vlot. Hoppa. Oké, we gaan even op zoek naar een mooi plekje. Om te beginnen aan een hiding hole. Of een verstopholletje. Oh. Oh. Oké. Dit is een veelbelovende plaats om te overleven. Ja toch? Ja, dat is een mooie start. I'm love this. I love it. Ah, dit is de plek waar ik ga beginnen. Nou oké, gaan we een hiding hole maken. Cobblestone hakken natuurlijk mensen. Ik blijf hier ook een soort van tutorial van maken voor de, ja, voor de nieuwe Minecrafters onder ons. De bedoeling is om dag 1 te overleven. In de nacht komen er gemene beestjes naar je toe die je willen vermoorden. Dus je moet zorgen dat je zo snel mogelijk shelter hebt. Oftewel, shit. Hoe dan maar. Dekking hebt dat je s'nachts veilig bent, veilig zit, dat er geen gemene beesten je kunnen vermoorden in de nacht. Klinkt heel cruel, is het ook wel. Minecraft is een harde game, jongen. Vol met bloed, shit. Nee, maar zo snel mogelijk een holletje maken voor jezelf s'nachts. Dat je s'nachts veilig in je hol zit en ja, dat doe je op deze manier. Dus een pickaxe maken en een stenen hol uit gaan hollen. Shut up, cow. Oké. Nou, voor nu vind ik het wel prima, want ik heb geen cobblestone, dus ik ga even kijken of ik wat leuks kan vinden. Shut up! Ik ga... Doe niet zo stoer, ja?
That's what you get. That's what you get. I didn't want to. You made me do it. Sorry. Sorry, dude. Sorry. Oh, it's a beautiful... Kijk, daar wil ik heen. Holy shit, ik hoor een zombie hierachter. Dat is niet cool. Oh, ben zo terug, jongens. Eén seconde. Oké, sorry mensen voor de 1 seconde interruptie. Net zoals jullie het zien. Maar er belde even iemand aan. Was even een gast voor de deur. Kwam ze wiet ophalen. Ik bedoel, die kwam even gezellig langs. Nee, er moet even iemand voor de deur. Dus even open doen. Yeah, cool, yeah! Ik vind het alleen niet zo mooi in deze texture pack, de cool. Ik vind het niet zo heel super duidelijk. Gewoon een zwarte vlek. Ja, het is wel realistisch. Hou je bek, jongen. Die zombie is ook kei stoer. Wacht maar, vriend. Wacht maar. One day. I'll be a tough mother... Trucker. Mother trucker. Yeah. Got coal. I'm gonna pop some coal. Got 11 coal in my pocket. This is fucking awesome. I come to Minecraft like, what up? I got a big... Big axe? Holy shit. Je achter de lava, je hoort iemand als Jordi iemand al in de lava vallen. Gezellig, gezellig, dat is mooi, is mooi. Kijk, in ieder geval kool. Dat doet me goed. Ai, nog meer kool. Ik waar is een pickaxe op en dan loop ik terug naar mijn huisje. Mijn grotje. Ja. Yeah. Hey, die zombies zijn achter me wel een beetje stoer, man. Oh no! Oké, nou goed, dat was mijn signaal dat ik terug moet gaan. Wow, wow. Laggy, spiky. Het was hier toch? Am I already lost? Ja, ja, ik ben al even dwaald. Dat was toch hier? Ik zweer, was hier. Wat daar, zien we? Au. Oh, ik had gewoon kool naast mijn huis. Ik bedoel, deel. Scherpte zijn drie keer niks. Voor jou. Oh, dat is mijn huis niet eens. Wat? Oh nee, wacht, mijn huis... Oh, oké. Okay. Excuse me, excuse me. Hier naartoe. Oh joh, heel avontuur om bij mijn huis te komen. Maar, ik ben er. En ik heb een mooi herkenpunt, dus dat is mooi. Aight. En dan ga je stik... Nee, ja, kan ik ook hebben. Nee, niet. Ja, is deel. Op die manier. Stone pickaxe. Hops of flops. Gaan we weer. Hakken, 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 hakken door de midden. En dan gaan we, en dan gaan we. En dan gaan we ons grotje uitbreiden. Ons grotje. Die wordt alsmaar groter. Uit. En dan maken we zo'n grot inderdaad. Om onze YOLOcraft voor te zetten in een mooi huisje. Grot. En ja, dat is deel 1 van een stukje surviven. Hè? De eerste dag is meestal het saaist. Dat is even aanpassen. En overleven. Nou goed, ik ga wel even kijken wat ik in de buurt heb om te zitten nog verder. Ik weet wel koeien heb, dus dat is altijd een pluspunt. Koeien zijn altijd chill. Kijken of ik alvast een mine kan vinden ergens. Kijk, dat is dit water waar ik net was. Het ziet er best wel mooi uit. Mooie omgeving. Koeien die vliegen in de bomen. Maar ja, ik heb genoeg beef in ieder geval. Water. Daar is mijn huis. Sap kou. Holy. Oké, ik kan geen mine vinden. Je moet even zo'n groot gat in de grond weten, vinden, weet je wel. Zo'n krater in de grond van what up. Gratis mine hier. Kom op. Er moet toch wel ergens wel een mine zijn? Oh, hier is mijn spawn point, geloof ik. Dude, really? Geen mine nog op dit moment. Shit, shit. Fuck my life, YOLO. What the?
Kut, ben ik weer hier. Ja, misschien is daar ergens een mijn. Maar voor nu ga ik het hierbij laten, mensen. Sorry, de laatste 2 minuten krijg ik een beetje zitten rondlopen en niks. Maar ja, je hebt een beetje de omgeving gezien. Jullie weten waar ik nu ongeveer in woon. Hieronder woon ik. Dus, nou mensen, ik ga naar mijn holletje. Zo, en dan pak ik dirt. En met dirt maak ik mijn deur dicht. Nog niet, want ik ga eerst even torches maken. Bam, 16 torches, vind ik wel goed voor nu. Op, hang je torch even in je huisje op. Hats, hats, hats. Habbekrats. Nou goed mensen, zo voor nu is het goed. Dan maak ik nog even een oven. No! Een furnace. Kijk, komt die aan, een furnace. Die zet je hier neer dan, hop, naast je crafting table. Dan kan je hier de kool in stoppen. En dan kan je hier bijvoorbeeld raw beef in stoppen. Of andersom, zou handig zijn denk ik. Zo, en dan krijg je hier gekookt beef. Of steak krijg je dan. En dan heb je genoeg eten. En ondertussen genieten wij even van de sunset. Ah, it's a beautiful. It's a beautiful. Nou mensen, je ziet het wordt donker. Ik moet slapen. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie genieten van YOLO Craft. De muscle. Mwah.